Het maakt ongezond en ongelukkig. En toch zijn er heel veel mensen die zelf verkozen willen werken in de nacht. Hoe dat komt en waarom dat zo is, daarover gaan we praten met de auteur van dit boek, Fabian Dekker. Geef hem een groot applaus. Fabian, vergeten beroepen, leven en werken als nachtwerker. Dit is het tweede boek in een serie. Wat je hebt opgestart als arbeidssocioloog. De komende vijf. De komende vijf, is ja. Het tweede deel. Het tweede deel. Vorig ging over circusartiesten. Ja, nou, ik dacht vergeten beroepen. De kleinste beroepsgroep van Nederland is de circusartiest. Het gaat om Nederlandse circusartiesten trouwens. En er zijn er 150, 152 van. Ja. Ze hebben sinds een jaar of 5, 6 een eigen klassificatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Want ze waren eigenlijk te klein. Dus dan zegt CBS, we kunnen ze niet meten. Dus ik dacht, nou, wat is een mooie plek om te beginnen als het gaat om vergeten beroep. Letterlijk vergeten door het CBS, was een circusartiest. Ja. Dus dat was een, waarom wilde jij je als arbeidssocioloog verdiepen in die vergeten beroepen? Nou ja, eigenlijk een beetje platitude, maar dat we wat meer de straat op moeten. En dat vind ik al langer. Ik ben socioloog trouwens, maar ik vind ook voor bestuurskundigen, politicologen, economen. Je hebt een soort, beetje mijn beleving, een soort wetenschap van papier. En daar bedoel ik mee van, nou, we gaan heel veilig naar de Outlaan, waar ik ook lang heb gewerkt. En we gaan achter statistische databestanden zitten. En dan krijg je Stata of R of SPSS. Dan gaan we draaien, er komen modellen uit. Nou, dan heb je een klassificatie van de samenleving. Hè, hoe mensen kiezen bijvoorbeeld. Of in mijn geval hoe het gaat op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Ja, ik ben er steeds meer achtergekomen. Maar goed, dat moet je leren kennelijk. Ik ben in het begin 40 nu. Dat de verhalen van mensen, dus betekenisverlening. Een beetje de culturele kant van sociologie in mijn geval. Ik vind dat veel rijker. Veel nuttiger om die kant te onderzoeken. Met andere woorden, statistieken hou je heel veel gemiddelde beelden. Hoor je heel vaak op het NOS-journaal. Hè, de Nederlander vindt, of de burger vindt dit, of de burger vindt dat. Verhalen zijn wat rijker. Dus in dit geval heel simpel. Je zou kunnen zeggen met statistiek, RIVM, TNO doen dat type onderzoek. Het is gewoon slecht werk. Of over de circusartiest, dat is precaire arbeid. Van flexibel, laag inkomen. Waarom zou je dat willen? Kinderen reizen met de circusschool. Allemaal hartstikke onzeker. Die gesprekken blijkt dat dat heel anders ligt. En dat de kwaliteit van leven misschien ondanks al die objectieve indicatoren subjectief heel anders eruit ziet. Ja. Nou, geldt voor de nachtwerker idem dito. Je zou kunnen zeggen dat is gewoon heel ongezond. Dat klopt ook. Want je krijgt er de meest enge ziektes van. Er is een rij, daar word je niet goed van. De kans op infectieziekte in coronatijd was ook bovengemiddeld hoog. Omdat de weerstand lager ligt van nachtwerk. Het is slecht voor je relaties. Daarom daten heel veel nachtwerkers met elkaar. Dat is echt waar. Want dan hebben ze toch een beetje dezelfde opvattingen vaak. Van weten een beetje hoe het zit. Maar wat belangrijkste is hiervan. Jij zei dat volgens mij. Je vindt je vakmanschap weer terug. En dat wist ik niet toen ik aan dit boekje begon. En dat heeft ermee te maken dat de dag eigenlijk te vermoeiend is ingericht. En daar bedoel ik gewoon heel simpel mee. De werkdruk is behoorlijk hoog. Vooral de publieke en semi-publieke sector. Vergrijzing, we hebben personeelskrapte, dus wat doen al die werkgevers? Niet voor niks dat ziekteverzuim echt behoorlijk aan het stijgen is in Nederland. We gaan veel harder werken, met minder handjes. Dan heb je ook nog bedrijfsbeleid wat veel meer inzet op output. Een beetje financialiseringsgedachte, want anders moet renderen. Nou, dan krijg je een hele gevaarlijke cocktail, dat noemen we dan burn-out klachten. Bijvoorbeeld. Oh ja. Geef eens een paar voorbeelden van beroepen die jij bent aangeschoten. Van alles. Horeca, gezondheidszorg, politie, brandweer, radiopresentatoren. Giel Beelen in de Nachtzuster, is ook wel grappig. Er is ook een presentatrice, dat is ook de Nachtzuster van Nederland. Dus ik dacht van, nou, ik begin daar om dit hele boekje eens even te interviewen. Maar dit is een heel de havenwerker zit hier bij uitstek in. Hè? Van de aard van het werk vraagt om nachtelijke arbeid, inderdaad, tussen 12 en 6. Jouw definitie tussen 12 en 6, 12 en 7 zeg je? 12 en 6 is 12 het. En 6. Ja. Ik zei in mijn introductie, mensen kiezen er zelf voor. Ja, was dat een vereiste ook voor de mensen die jij hebt gesproken? Of ja, niet? Ik heb hierop gesampled, want ik dacht ik moet een beetje inspirerende groep hebben. Dus mensen die daar bewust voor kiezen. Want er is ook een groep die zegt, joh, ik gedijde helemaal niet. En ik blijf. Je wordt ook ontzien hoor, meestal als je 50, 55 bent in de CAO, dan doe je vaak geen nachtwerk meer. Maar ik dacht van, het moet gewoon een leuk verhaal. Maar er is ook een groep, even voor de duidelijkheid, die moet. Die kan niet anders. Ja, er is ook een groepje die moet. Alleen wat ik hier achter kwam, en het grappige was, RIVM en TNO heeft een heel groot meerjarig onderzoek gedaan. Ze publiceerden ongeveer een maand, dat wist ik oorspronkelijk niet, een maand naar mij. En in hun grote onderzoek, dat gaat om honderdduizenden mensen die daar in de statistieken zitten, maar ook hebben ze wat interviews gedaan, kwamen ze ook in volume diezelfde groep tegen. Toen dacht ik, goh, dus met die eigenlijk dat, moet kijken, een hartstikke dun boekje, 25 interviews. Ik zie ook de volgende spreker, heeft zo'n baksteen, zo'n heel intimiderend boek ernaast liggen. Maar met de statistieken dus, en die een volume hebben, kom je eigenlijk tot een soort vergelijkbaar beeld, wat ik ook met die interviews ophaal. Dus dat betekent dat het een beetje valideert, dat onderzoekers diezelfde patronen zien van, goh,
ongezonde arbeid in de nacht. En toch zijn er groepen, de omvang weet ik niet, dat weet TNO, RVM ook nog niet, gedijen in de nacht. Dus je keert dus eigenlijk naar een ongezonde arbeidssituatie, omdat het overdag gewoon slecht toef is. Ja. En jij wilde weten eigenlijk, bij de hoofdvraag waar je net al een beetje tipje van de sluier oplegde, waarom doen die mensen? Ja, dat is heruitvinding van vakmanschap. Vakmanschap is eigenlijk, je hebt een opleiding nodig, je hebt ergens voor geleerd. Je ziet heel vaak in de maakberoepen, dat is vaak wat specialistische arbeid, maar het kenmerk van vakmanschap is autonomie. Geen leidinggevende, dat vergadercircuit in Nederland. We zijn echt, als je die statistieken ziet in Nederland, zijn ontzettend goede vergaderen. Mm-hmm. We zijn ook behoorlijk gespecialiseerd. Dat is ook funest voor vakmanschap. Hè. Dus daar bedoel ik mee dat je heel veel hiërarchische lijntjes hebt, hè, in zo'n organisatie. En het gevaar, en dat is ook meerdere keren onderzocht, als je gaat specialiseren, dan zie je niet meer het grote geheel. En dan krijg je dus de vraag van wat lever ik nou bij aan het grotere geheel van wat ik eigenlijk zit te doen. Heel veel ambtenaren hebben daar trouwens last van, hè? Dat blijkt uit het onderzoek. Van, goh, ik ben ooit ambtenaar geworden voor de publieke zaak, maar ik vergaal de hele dag. Dus wat is nou eigenlijk mijn maatschappelijke waarde hier nog? Ja. Nou, je geeft in het boek bijvoorbeeld een voorbeeld van een oncoloog die zegt, ik kan weer contact hebben met mijn patiënten. Ja. Hier ook iemand uit de medische hoek die precies datzelfde beaamt. Ik heb weer zelf die ruimte. Ja. Waarom kan dat wel dan en overdag niet? Heel simpel, er wordt minder vergaderd, je hoeft minder. Politieagenten idem dito. Wordt wat minder geregistreerd, je bent wat meer je eigen baas, leidinggevende zijn er ook vaak niet. Dus er is eigenlijk gewoon wat minder regel en administratieve druk, als je het even heel plat. Ja, jouw studie naar de nacht laat eigenlijk zien, de positieve van de kanten van de nacht benadrukken, alles wat er mis is met hoe wij arbeid in de dag met organiseren. Met de dag, dat is natuurlijk een drama, want er werken ongeveer 1,2, 1,3 miljoen mensen in de nacht. Mm-hmm. Iets meer ZZP'ers, maar als je alles optelt, 1,2, 1,3 miljoen, maar er werken natuurlijk veel meer, zo rond de, totaal rond de 10 miljoen. Dus zeg zo'n 9 miljoen, 8,5 miljoen mensen overdag. Dus dat betekent dat overdag die arbeidsmarkt gewoon verkeerd is ingeregeld. En wat doen mensen? Maar wacht even, nu ga je heel snel toch? Door te zeggen dat deze mensen hebben gekozen voor de nacht vanwege die redenen, betekent toch niet dat al die andere mensen doodongelukkig zijn in hun werk? Nee, alleen je ziet er ook veel mee. Ik heb wat discussieavonden gehad met HR-managers, verschillende sectoren. Je hebt nu de quiet quitters. Ja. Mensen die niet meer gaan doen dan nodig is. Of de mentale pensionering. Dat ziet ook steeds meer, het is een beetje zacht onderzoek, steeds meer in dat HRM-onderzoek. Ja. Ik weet niet nogmaals hoe hard dat is, maar een meer harde indicator is de opkomst van het ZZP-schap. Factor 1, er zijn nu 1,2 miljoen ZZP'ers in Nederland. Belangrijkste factor, ook door het Centraal Planbureau meerdere keren in allemaal decompositieanalyses naar voren gehaald, is sociaal-culturele verandering. Plat gezegd, mensen willen hun vak uitoefenen zoals ze dat zelf willen. Dus wonder boven wonder, waarom zijn er zoveel ZZP's in de gezondheidszorg? Omdat de boel is dicht gereguleerd. Ja. Dus wat gaan mensen ik doen? Ga met je, ik ga zo meteen nog een eindje met je mee, Fabian ook, maar toch ook een beetje tegenstribbelen. Want het betekent, kijk, die nacht is ook een beetje het Wilde Westen. Ja. Tuurlijk heeft het een charme, tuurlijk klinkt het goed, de politieagent kan weer boeven vangen, maar dat papierwerk is ook ergens voor nodig. De oncoloog kan weer met zijn patiënten praten, natuurlijk, maar regels en wetten zijn er niet voor niets. En in ziekenhuizen gebeuren in de nacht en in het weekend de meeste ongelukken. Dus in die zin, we hebben die regels en al die procedures en dat contact met collega's, vergaderdruk, hebben we niet voor niks, toch? Vergis je niet, als je kijkt naar de, met name de gezondheidszorg, maar ook laatst las ik weer een studie in sociaal werk, heeft het eigenlijk ook hoor, dat is dan geen echt nachtwerk. Maar waarom zoveel jonge mensen nu uit de brede sector zorg en welzijn stappen, is omdat ze gebukt gaan onder regeldruk en administratie. En klinkt een beetje populistisch wat ik nu zeg, maar het zijn gewoon uitstroomonderzoeken, ook van Regio Plus, koepelorganisaties die in de zorg actief zijn. Dus vergis je niet hoe we dicht, wordt in Nederland in mijn beleving heel veel op incidenten, soort incidentenpolitiek bedreven. Van we hebben een incident, oh, wat doen we? Regels. Er is een subgroep, wat doen we? Regels. Toeslagenaffaire is eigenlijk zo ontstaan ooit. Hè? Van regel, 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 regel. En op een gegeven moment weet je niet meer wat je hebt gebouwd op een gegeven moment. Dus vergis je niet als maar je nu komt het moment dat ik een beetje met je mee ga bewegen. Wat zeg jij dan eigenlijk, die dag moet worden zoals die nacht? Ja, dat is Richt hem in. Zoals wat deze mensen opgezocht hier hebben. Komen ook heel veel, als je krijgt een beetje filosofische discussies, hier komen de basisinkomensdiscussies, hier komt de vierdaagse werkweek, want dat heeft hier van alles mee te maken. Mm-hmm. Van kunnen we niet, want het gaat over de waarde van werk, hè, ons verhaal wat wij nu hebben. Wat vind je nou eigenlijk waardevol op die arbeidsmarkt? Is dat output, uren draaien of is dat iets van waarde creëren? Waar heel veel mensen uiteindelijk een opleiding voor kiezen.
Het lastige is alleen dat de factor bedrijfsbeleid erin zit. En dat ligt dus bij de sociale partners. Wie wil eigenlijk tot bedrijven gaan inzien dat je anders om moet gaan met de factor arbeid. Klinkt nu een beetje zendingswerk, hoe ik het nu zeg, een beetje soft misschien. Maar de studies die er liggen, dan zie je dat de afgelopen 20 jaar de boel behoorlijk is gefinancialiseerd. Dus behoorlijk wordt gestuurd op output, bereik, kengetallen, daar zijn die KPI's vandaan gekomen. Jaren 90 had je het nieuw public management. Ja, run een overheidsorganisatie of een universiteit of een theater als een bedrijf. Ja, een goed voorbeeld, hè, universiteit. Ik ben er ooit vertrokken omdat de werkdruk daar killing is. Als je daar nu kijkt, ook naar veel jonge wetenschappers, die moeten subsidies binnenhalen, Venis. We zitten hier op een talkshow van de Erasmus Universiteit. Ja, dit wordt niet uitgezonden. Nee, dit knippen we er zo meteen uit. Nee, maar dat is een serieus probleem. Vergis, het zit in zoveel sectoren en het lastige is, je kan nog niet keihard lineair zeggen, dit is het faal, maar het zit in te veel sectoren. Dat werk vermoeiend begint te worden. En dan denk ik, kijk naar harde indicatoren. Burn-out klachten nemen toen 10 jaar, van 11% naar 17% werknemers. Stroom van ZZP-schap neemt toe. Het zijn allemaal van die dingen die je voelt. CBS zegt, ik heb nog nooit zo'n hoog ziekteverzuim gemeten. Zit boven de 6% in Nederland sinds we het meten. Mm-hmm. Het zijn te veel factoren die erop wijzen het dat... Ik voel hieraan dat als ik jou ga vragen, wie moet er iets anders doen, dat er een heel complex antwoord komt over organisaties, instituties die in elkaar grijpen. Maar als er nou een HR-medewerker hier in de zaal zit of zit mee te kijken. Of iemand die leiding geeft aan een kleine of wat grotere afdeling. Wat zijn de lessen die wat jou betreft moeten worden meegenomen uit jouw studie naar Weet je, ik heb het ook niet uitgevonden. Hè, van dit is de manier hoe je bedrijf... Doe even alsof je het hebt uitgevonden. Nee, maar weet je, laat ik een hele praktische voorbeeld geven. Ik doe nu 15 jaar arbeidsmarktonderzoek. Ik ben te veel bedrijven tegengekomen die in vergelijkbare conjuncturele settings zitten. Die heel erg op elkaar lijken in omvang, bijvoorbeeld MKB. MKB-bedrijf in dezelfde sector, dezelfde omzetontwikkeling. Het ene bedrijf gaat linksaf, bijvoorbeeld flexibiliseert zijn arbeidsinzet, en het andere bedrijf doet dat niet. Bijvoorbeeld, er is keuzevrijheid, heb je het in sociologentaal over agency. Van je hebt de keuze om iets te doen. Ik spreek ook hier ondernemers in Rotterdam die met open hiring werken. Van ik heb vacatures die ik openzet aan iedereen, ongeacht wie het is, ik zet jou, je bent aangenomen als je je als eerste meldt. Ik haal die hele sollicitatieprocedure eruit om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Jumbo-filiaalhouder wordt hier heel erg op Rotterdam-Zuid aangehaald. Ene filiaalhouder doet het, andere doet het niet. Dus mijn advies is, ja, het is nogmaals een soort zendingswerk, maar het kan anders. Je kan je bedrijfsbeleid anders inrichten. Mm-hmm. Dan heb je het over sociale innovatie. En het mooie, Henk Volbeda deed in het verleden heel veel onderzoek ernaar. Sociaal innovatieve bedrijven, keer op keer blijkt dat, zijn economisch ook renderender op de lange termijn. Alleen wat doen bedrijven? Die kijken op de korte termijn. Van het eerste half jaar moet door, of we hebben het toch moeilijk. En of het eerste jaar op zijn best, maar kijk niet op middellange termijn. En die effecten zie je na 2, 3 jaar. Dus je hebt bedrijven nodig die zeggen, we kijken verder dan de waan van de dag. En ik waardeer de factor arbeid wat hoger, in plaats van alleen maar technisch. Van ik heb een soort commodity, we moeten nu helemaal draaien, want ja, concurrentiekracht, globalisering, dat soort... Beetje gekkigheid krijg je nou antwoorden, maar het kan gewoon anders. En de studies liggen er dat het anders kan. Dus. Er zijn ook heel veel mensen, dan komen in iets ander trein, die zeggen, ik werk gewoon lekker in die nacht omdat ik creatiever ben. Of in de hele vroege ochtend, hè, laten we even zeggen, ik zet de wekker om 3, 4 uur en dan schrijf ik het beste. Of dan kom ik met de beste ideeën. Ja, doe jij dat ook? Nee, ik schrijf heel veel. En dit soort dingen, boekje 3, wat ik nu over fabriekswerk ga schrijven, ik vind dat ideaal, maar dat heeft meer te maken... Maar en hoe doe je? Hoe laat zet je de wekker dan? Ik zet geen wekker. Op een gegeven moment heb je een bioritme. Dus je synchroniseert ook met... dat varieert, maar ik vind het heel lekker om tussen 12 en 2 te schrijven soms. Echt waar? Maar ik ben ook een... Zo midden in de nacht. Ga je eens een paar uurtjes slapen en dan kan je kiezen van even schrijven of een boek lezen en jij gaat dan... Ja, het is krankzinnig. Zie hier waarom ik alleenstaand ben op dit moment, want dat gaat natuurlijk snel. Ja, ja. Het nadeel is, sociale relaties botsen natuurlijk aan alle kanten. Dus we kunnen over mijn exen nog een keer hier gaan hebben. Maar er zijn ook wat studies naar gedaan. Je hebt mensen die gedijen. Je hebt echte nachtmensen. Je hebt altijd wel eens iemand, als je gesprek, ik ben een nachtmens. Veel mensen in de horeca zeggen ook, die nu in de horeca werken, die zijn ook hiervoor geïnterviewd. Ik ben een nachtmens. Je hebt chronotypes. Dat onderzoek is ook niet zo heel hard, maar er ligt wel wat. Je hebt gewoon mensen die gewoon qua DNA of qua leefstijl heel goed in de nacht gewoon kunnen opereren. Dus dat is heel gek, maar die bestaan. Dat is heel er zit ook nog, en dat komt toch ook een beetje maatschappij en kapitalisme kritiek iets in, vind ik altijd bij mensen die zeggen, als ik dan zo heel vroeg begin, dan loop ik zo lekker op de concurrentie vooruit.
Heb ik helemaal niet, hoor. Oh. Nee, maar dat zal ongetwijfeld. En kijk, als je het hebt over de instrumentele kant, het verdient ook lekker. Hè? Want ik bedoel, je krijgt 1,5-2 keer uitbetaald. En zeker bij jongere mensen, die kwam ik hier ook tegen. Die zeggen, ja, ik weet niet hoe lang ik het blijf doen, maar het betaalt gewoon goed. Ja. En laat ik wel even de kanttekening plaatsen voor heel veel mensen. Als jij niet zo'n gekkig bioritme hebt als ik, of de mensen die ik heb geïnterviewd, doe het ook niet. Want hartziekte, bloed, hart- en vaatziekte, diabetes, obesitas, het is wel een... ellende. Dit zijn ook allemaal mensen die het hebben uitgevonden. Die niet zeiden van dag 1 van, goh, leuk, ik kan nachtdiensten gaan draaien. En dan wordt de meest voorwaarts, wordt dan geroteerd. Dus dat wordt opgebouwd van ochtend, middag, late avond, nacht. Maar die hebben het uitgevonden. Ja. En dan krijg je mensen die zeggen van, goh, ik wil het liefst over de A2, de arbeidstijdenwet, heen. Want dit past bij mij. En daar zie je dan ook die koppeltjes vaak ontstaan. Met als groot voordeel wel dat je je kinderen vaak ziet opgroeien. Er zijn mensen die gekozen hebben. Je krijgt van die huishoudenstrategieën. Van nou ja, ik kom thuis, breng mijn zoontje of dochter. Misschien is het ook wel voor jou, Geert, trouwens. Mijn zoontje of dochter breng ik naar school. Ik ga slapen en ik haal ze weer op. Dus ik zie mijn kinderen gewoon echt letterlijk opgroeien bijna. Dus ja. Nou goed, het is... Je merkt al, ik prop even Rotterdamse snelheid zoveel mogelijk. Nee, het is helemaal goed. Ik word er helemaal zo achterover geslagen, Fabian. Hey, maar om kort te gaan, doe het dus vooral niet, tenzij je ervoor in de wieg gelegd bent. En trek vooral lessen uit die nacht voor de dag en het reorganiseren van arbeid daar. En laatste vraag, en dan ga ik naar het volgende. Oh. Je gaat met die fabriekswerkers aan de slag. Waar verheug je het meest op? Ja, nou, fabriekswerkers vind ik... Nou, ik ga naar scheepsbouwers. Ik kom zelf uit de scheepvaartfamilie. Vliegtuigbouwers, het echte fabriekswerk, waar ook heel veel... Bestaat het nog? Ja, dat is dus. Ja, ik ga op zoek naar de laatste fabriekswerkers. Dus echt mensen die in de handen bezig zijn, ook overdag werken. Wordt met heel veel dedé naar gekeken. Met name de academici hebben daar nog wel eens een handje van. Blue collar workers en op de rand om gerobotiseerd te worden. Ik denk dat daar wel eens heel veel onvrede en wantrouwen kan zitten. Ook naar instituten. Hè. We zitten in Rotterdam. De helft kwam niet opdagen. Nou, het wordt een, bij de verkiezingen bedoel je de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, zeker. Maar je ziet ook bij de BBB een soort proteststem die cultureel, maar ik denk ook economisch wel degelijk bepaald. Is. En ook het idee van ik word niet gehoord, hoor je best wel veel, hè, in de discussies. Dus ik wil in het derde boekje een beetje link maken naar wat doet arbeid in een sector die onder druk staat, voortdurend, om geautomatiseerd te worden of geoutsourced te worden. En wat doet dat met het vertrouwen in instituten of het wantrouwen erin. Dus dat wordt over een jaar hopelijk... Kom je gewoon weer hier. Ja, als jullie het leuk vinden. Fabian Dekker, geef me een groot applaus. Okay.